Ik heb net gesproken met Irene Nieuwveld over de Excelsior Kids voorstelling in het kwartier in Stolwijk op 11 juni. En zometeen ga ik praten met Jane van den Berg met Dierenlot. Maar als eerste ga ik natuurlijk naar Hemelvaartsdag met Bram Hofman. Want we gaan het hebben over de wielerronde van Lekkerkerk. Dat heeft de wedstrijd aan het maken. 65 kilometer, Lekkerkerk 2016. Alsjeblieft. Maar winnares gelopen van Gent Wevelgem. Winnares ook van de Ronde van Drenthe. Allemaal in de topcompetitie en ook in de wereldbeker circuit. Een bijzondere jonge dame. Volgens mij alle acht genoemd. Maar dat is niet zoveel volgens mij. Applaus zal gaan klinken, dames en heren. Hier is Kirsten de Wild. Bram, voor de hoeveelste keer wordt het gehouden? 58ste keer. En we hebben natuurlijk wel de laatste jaren het gemist. Ja, dat zeker weten. Heb jij het ook gemist? Ja, heel erg. Heel erg. En ja. waar merkte je dat aan, dat je het miste? Nou, ik woonde vlakbij de Venus en ik ging wel op die hemelverdag de eerste zeker aan het wandelen. En ja, vreselijk stil. En dan heb je toch een moeilijke dag, vind ik. En er was altijd zoveel reuring en nu was er helemaal niets. Nee, want hoe vaak heb je het al georganiseerd? Of ik zit in mijn 40ste jaar in het bestuur. Ja, dat bedoel ik. Ja. Krijg je daar ook een lintje voor? Weet ik niet. Ik heb wel een lintje van de gemeente, maar ik weet niet of ik daar een lintje voor krijg. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik dacht gewoon leuk. Wacht hem gewoon af. Ja, daarom. Maar 40 jaar is natuurlijk al best heel lang. Hè? Ja. En maar goed, en de organisatie is alles helemaal rond dan? Ja hoor, voor prima. Voor Hemelvaartsdag? Ja. Ja, ja? En nou heb ik gezien, in 2019 was de laatste keer dat er gereden is. Hè? En dan hadden we Janneke Erwing en Remco Schouten, die waren de winnaars ja, die dag. Ja. En zijn die er deze keer ook bij? Nee, Janneke Ensing is gestopt. En Remco Schouten is er wel bij, gelukkig. Dus die, en dat is nog een beetje plaatselijk. Hè? Dat, ja. Dus die zijn blij dat ze erbij. Ja. 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 Zijn er, wat zijn er nog meer voor favorieten die dag? Ja, in die groep, we hebben enorm veel inschrijvingen. Want bij die groep van Remco Schouten hadden we binnen kosten keren 100. En dat is het maximum we mogen, maar we hebben nu een uitbreiding naar 110 gehad. Nou, die zit bomvol. En op het ogenblik zie ik ook wel eens een keer mensen afvallen die geblesseerd raken. Ja. Maar binnen de kosten keren is de volgende alweer ingeschreven, dus die blijft constant onder 110. Ja, dat moet natuurlijk wel te handelen zijn. Ja, nee, maar als het is natuurlijk een rondje. Het heeft te bepalen met het rondje wat er is, hoeveel deelnemers er mogen zijn. Want wij hebben 1800 meter. En dan zit je aan een maximum van aantallen, want anders wordt het veel te gevaarlijk. Ja, want dan kan je gaan fietsen, maar dan kan je bijna in de file gaan rijden om aan het einde te komen. Ja, daarom. En die wielerronde, hoe laat start het? Want het is op Hemelvaartsdag in Lekkerkerk. Ja, 11:45 begint de eerste met de amateurs. En daar zitten ook op het ogenblik rond de 90 inschrijvingen. Er kunnen nog naar 100 en iedere dag komen erbij. Mm-hmm. Dus die zit ook aardig vol. Maar en dat, ik denk ook dat het komt. Er zijn 2-3 jaar geen koersen geweest. Dus iedereen wil, die nog fietst, die wil fietsen. En dat merken we dus wel. Ja, want is het eigenlijk ook een evenement dat je kan zeggen, het is een van de evenementen, ook grote evenementen van Nederland? Ja, we willen het niet pochen. Maar, we horen wel van ook vanuit de mensen van de KNWU, dat we toch wel een van de drukbezochte criteriums zijn in Nederland. En is het ook omdat jullie, is het een van de eerste criteriums die wordt gegeven? Nee hoor, we zijn in april zijn de eerste begonnen. Al april begint het al. Maar we merken wel dat er een heleboel inmiddels gestopt zijn. En dat is ook mede, waarschijnlijk door de leeftijd van het comité. En sommigen die kunnen het met de sponsoring niet rondkrijgen, hoor ik wel. Ja. En dan moet zeggen, daar hebben wij geen enkel probleem mee. Nee. Maar jullie hebben ook nieuwe aanwas, want je zegt net van, ook door ouderen vaak. Nou zijn je net van 40 jaar in het bestuur. Maar krijgen jullie ook wel nieuwe aanwas voor Nou, we hebben er nu wel een aantal. We zijn wel bezig om een nieuwe te krijgen, want het wordt toch wel wat lastiger. Zeker met de computerwerken is bij ons nog wel. Maar we hebben nu in ieder geval 2 nieuwe mensen die ons gaan assisteren. En die zijn we aan het inwerken en we hopen nog meer jongeren
Ja, gewoon goed dat reclame maken. Dan, maar hè? Ik denk dat dat bij iedere vereniging moeilijk is om een bestuur te krijgen. Dus we doen gelijk hier aan de, bij de Waard aan tafel een oproep. Ja, zo van, oproep van, als je dan toch gaat kijken en je vindt het zo goed, doe mee aan die organisatie. Ja. Je zei net, wat was het? Kwart over 12 begint het? Ja, dan beginnen de amateurs. En dan? Kwart voor 2, dan hebben we een tijdrit met 10 geselecteerde dames. En die beginnen vanuit het gemeentehuis. Dat heeft de vorige burgemeester ooit bedacht en dat houden we gestand. Dus we zoeken dan eigenlijk de 10 beste renners op die de tijdrit rijden. En die starten om de minuut uit het gemeentehuis en een rondje rijden en daar zit ook een prijsje aan verbonden. En daarna? Want dan zijn we En dan tegen half drie dan begint dus de koers van de dames. Ja. En die inschrijvingen vallen nog een beetje tegen. Zitten nu ongeveer 50. En er komt van de week nog wel bij. De dames zijn altijd wat later bij inschrijven, merken we. Maar ja, die moeten nog we hebben, een heel groot nadeel. En dat is hemelverdag is een prachtige dag. Maar er zijn altijd overal in de wereld koersen. Ja. En vooral bij de dames hebben wij natuurlijk proberen de beste dames zeker te krijgen. Maar die hebben verplichtingen. Er is een wedstrijd in een week in Duitsland, in Turingen. En na ons, een dag na ons begint Engeland 3 dagen. Ja, en die renners die moeten daar van de ploeg naartoe. Dus die hebben dus hun werk. Zo zie ik dat. En die ploegen zijn nog niet helemaal bekend. Dus we hopen dat daar nog een aantal. Maar zie je dat het bij die dames dan erger is dan bij de mannen? Want die mannen hebben dat ook. Wij hebben natuurlijk geen damesprofs. Dus de amateurs is wat anders natuurlijk. Die rijden alleen in Nederland en hun rijden natuurlijk overal. Ja, daarom. En dan zijn we dan al klaar? Nee, maar we gaan eerst met de dames gaan. Ja, ik vraag het programma, hè? Ja, alweer. Nou, ik dacht dat het programma. Nou, dan om 4 uur dan beginnen de elites, waar ik er dan 110 voor ingeschreven heb. Ja. Ja. Hoe noem je dat? Je kijkt er heel erg naar uit natuurlijk. Ja, iedereen in Lekkerkerk en omgeving, want het wordt heel druk bezocht. Ik zag trouwens ook, omdat jullie het heel goed geregeld hebben, ook met parkeren. Waar kan je parkeren? Ja. Van dat je in ieder geval zo dicht mogelijk bij het parcours kan komen. Is er eigenlijk bij die wielerronde nog meer te beleven? Want je komt, kijk, iedereen zou komen voor bezoekers voor de wielerronde. Ja. Maar ik denk dat er is vast in Lekkerkerk de kermis, te beleven. De kermis is erbij. De kermis? Ja. En is er dan 's morgens ook nog iets te doen op de parcours? Ja, hardlopen. Om 10 uur doet de atletiekvereniging start. De hardloopwedstrijd altijd voor ons. Die gebruiken dus ons parcours, die gebruiken onze speakers. Want dan maak je eigenlijk gebruik van elkaar. Ja. En toch die hele dag is gevuld. Ja. Zodat iedereen daar naartoe kan komen. Wil je verder nog iets kwijt over de wielerronde? Nou ja, ik zal zeker over de dames. Het was moeilijk om wat grote namen te krijgen. Maar het is ons gelukt om Lucinda Brandt, die komt in ieder geval. Nou, die heeft heel de winter alles gewonnen wat ze kon winnen, geloof ik. En via Lucinda hebben we ook Ellen van Dijk kunnen strikken. Die is wereldkampioen tijdrijden. Dus er komen hele mooie favorieten aan. En Europees kampioen is ze. Maar die gaat volgend weekend trachten het werelduurrecord te verbreken. Oh, ook nog. In Rusland. En wij hopen dus dat ze dat redt. Want dan hebben wij... een feestje. Dat feestje heb je toch, maar dan wordt het feestje nog extra mooi gemaakt. Ja. Oh, wat goed zeg. Ja. Nou, in ieder geval, dus dat komt wel goed. Dus die topfavorieten die zijn er. Ja, die zijn er. En met een mooie uitdaging erbij. Ja. Dankjewel. Okay. Ik hoop dat de Hemelvaartsdag prachtig weer gaat geven. En dat die wielerronde natuurlijk weer staat als een huis. Ja. Komt helemaal goed. Dankjewel. Ja.